Welkom kijkers. Dit is een nieuw kookprogramma van Omroep Rijndonk, Koken Many Plus. Mijn naam is Maurice Smits. Vandaag gaan we maken een pasta met gebakken paddenstoelen en sausijsjes. Voor de pasta hebben we nodig pasta, rozemarijn, knoflook en ei, sausijsje en paddenstoelen. En we beginnen met de pasta open te maken en in heet water, kokend water, te koken, ongeveer 2 minuten. Dan gaan we de ei schoonmaken. Als we de ei schoongemaakt hebben, doen we hem halveren en gaan we hem verticaal insnijden tot bijna aan de wortel van de ei. Als we die dan verticaal ingesneden hebben, dan snijden we hem horizontaal in, ongeveer 3 keer. En dan houden we hem dan zo vast en snijden we de ei fijn. Als de pasta 2 minuten gekookt heeft, dan halen we die uit het water. En doen we die vervolgens even in koud water. Dat hij meteen kan afkoelen tot hij niet doorgaart. De rozemarijn even van het steeltje afhalen, want het harde steeltje dat is niet lekker. Vervolgens doen we die rozemarijn heel fijn hakken. We snijden eerst, zeg maar even grof, de rozemarijn. En dan doen we die heel fijn . Dan maken we de knoflook schoon. Snijd de knoflook 1 keer door midden. En dan verwijderen we het hart van de knoflook. Het hart van de knoflook is vaak bitter. En vervolgens snipperen we ook de knoflook heel fijn. Die doen we dan bij de ei. Goed, de worstjes snij ik in plakjes van ongeveer 1 centimeter. En voor de paddenstoelen moet ik heel even naar Agaricus. Ik ga pasta met paddenstoelen maken. En welke paddenstoelen heb je voor mij? Nou ja, je kunt dus beginnen met de traditionele witte champignon. Ja. Die kennen we inmiddels allemaal wel. Hij past in elk gerecht, dus al zeker in jouw pasta gerecht. Ja. Je kunt daarbij nog gebruiken de kastanje champignon. Ja. Kastanje champignon is ietsje droger, heeft ietsje droger droge stof gehad dan de witte champignon. Dus er blijft meestal wat meer van over met bakken. Ja. Je kunt daarbij nog toevoegen een exoot, zoals bijvoorbeeld de oesterzwam, de grijze oesterzwam in deze. En je kunt bijvoorbeeld ook gebruiken de shiitake. Okay. Zoals deze. Ja. Dan zou ik eigenlijk graag wat shiitake willen hebben. Wat gewone champignons lijkt me ook wel lekker. En wat oesterzwam. Ja, nou ja, kan dat kan zeker. Dat maak ik voor u klaar. En deze mixpakketten kunt u natuurlijk ook kopen. Gewoon in de winkel. Oh, dat is mooi.
We gaan nu verder met de paddenstoelen schoonmaken. We hebben shiitake, oesterzwammen en reuzenchampignons. We halen even het steeltje van de shiitake af. De onderkant van de oesterzwammen en van de champignons. Dan ciseleren we de champignon. De oesterzwammen doen we altijd plukken. En de shiitake doen we in reepjes van ongeveer een centimeter snijden. Voor de pasta doen we ei met de knoflook in de pan. En dan fruiten we dat zachtjes aan tot de ei mooi glazig wordt. En dan vervolgens voegen we dan de sousaisjes en toe. Die bakken we dan mooi rond aan. Die rond aangebakken hebben, doen we daar de rozemarijn bij. Die bakken we even mee aan. Als die mooi mee aangebakken is, voegen we de paddenstoelen toe. Als de paddenstoelen gebakken zijn, blussen we het af met een klein beetje room. En laten we de room even ongeveer 3 minuten inkoken. Nu gaan we het gerecht afmaken. We doen de pasta in de pan. Brengen we het geheel even lekker op smaak met een beetje peper en zout. Als de pasta goed gemengd is, doen we de pasta in een bord. Vervolgens verdelen we wat worstjes en de paddenstoelen. Om de pasta doen we met een dun schiller een beetje Parmezaanse kaas eroverheen raspen. En vervolgens maken we het af met een takje basilicum. En dan is het gerecht klaar. En dan hebben we er ook nog een wijntip. En daar hebben we Rick voor. Nou, hallo Maurice. Hi. Lekker daarbij is de Montalto Pinot Grigio. Een lekker fris droog wijntje met de smaak van citroenlimoen met een vleugje appel. Heerlijk bij een lekker pasta gerecht. Dankjewel Rick. Dit was deze aflevering van Koken met een Plus. Bedankt voor het kijken.